Miss Tropical Beauty Suriname, Farisha Chenashu, heeft samen met Germaine Chenakung eerder deze week een bezoek gebracht aan het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Dit bezoek is op uitnodiging van Marjorie Dacuna van de Miss Amsterdam verkiezing. In het gemeentehuis is een rondetafeldiscussie gevoerd met meester Tanya Jatnanansin, voorzitter gemeente Stadshuis, stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Ruby Chin Fung Jong, second runner-up Miss Amsterdam, en Melissa Klaas, finalist Miss Charm. De onderwerpen waren mental health en de verschillen en overeenkomsten van Suriname en het stadsdeel Zuidoost. Daarnaast heeft Farisha Chenashu ook een dance workshop verzorgd aan enkele kinderen van de gemeente Zuidoost.